zondag. Wij zijn wakker en zometeen komen Nazira en haar vriend en haar dochtertje hierheen om te knuffelen met de katten. En daarna gaan we bij Five Guys eten. Woehoe. Dit wilde al zo lang. Zeg maar, Nazira en Anissa zijn net als ons helemaal gek op Amerikaans eten en fastfood. Dus we hadden echt zoiets van, we moeten hier samen heen. Dus dat gaan we doen. Maar ze komen eerst hier. Want een dochtertje is helemaal gek op Simonies. En dat is een beetje de planning voor vandaag. Five Guys eten. En het schijnt dus dat ze dus in de Five Guys hier... Sowieso moet ik het even checken. Want ik bedoel, wij zijn... Onze favoriet is natuurlijk in Amerika. Ik eet geen vlees. In Amerika heb je in principe... Het is gewoon een burger als het ware met frietjes. Maar het schijnt dus dat deze hier... Dat je ook een vegetarische optie kan nemen. Vegan zelfs. Ik ben heel benieuwd. Ik ga heel streng judgen wat ik ervan vind. Want ja, weet je. Soms is het lekker, soms niet. Maar ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Dus dat staat op de planning. Verder wil ik jullie heel even vertellen over wat tweets die ik eruit heb gegooid vanochtend. Want ik vind dus eigenlijk... Ik wil eigenlijk een soort van lobbyen voordat de prijs van vlees omhoog gaat. Ik vind dat dat gewoon... Vlees eten is het nieuwe roken wat mij betreft. En dat daar best een beetje extra belasting overheen mag komen. En dat in tegenstelling de prijs van groenten en bonen en dat soort dingen weer omlaag kan. En voor degenen die dan denken, ja maar ik wil mijn stukje vlees eten. Je hebt tegenwoordig hele goede vervangers die dezelfde voedingsstoffen hebben. Waardoor het niet nodig is om per se dieren te eten. Alleen nep vlees is best wel prijzig. Mijn tip is ook altijd voor mensen die dus veganistisch proberen te eten. Je hoeft niet per se al die dure dingen te kopen. Ik geef dus minder uit aan boodschappen dan toen wij nog vlees aten. Omdat wij eten best wel regelmatig rijst met bonen. En zo'n gedroogde tomaten bij lekker. En dat is gewoon goedkoper dan dat je er een stukje vlees bij doet. En ik dacht, ik zeg het gewoon ook op Twitter. Grote fuck you naar alle vegans die altijd zo moeilijk doen over alles. De rel vegans. Echt, eeuw, jullie zijn de reden dat mensen niet willen proberen veganistisch te eten. Plantaardig of überhaupt vegetarisch. Just saying. Ik vind altijd dat je iedereen moet helpen. Dus ik had al op Twitter gezegd, als iemand hulp nodig heeft en denkt, ik wil het gewoon een keer proberen. Laat even een comment achter. Weet je, ik laat graag zien wat ik kook. En ik geef graag tips. Dus laat me weten. Kan altijd. Hey Simpie. Iemand had een comment achtergelaten met, ik vind dat je te veel je katten filmt. I'm sorry. But no. En dan zoek je Manies en dan, oh my god, it's so cute. Ze vindt echt de lekkerste plekjes in huis. Mlauw. Kijk hoe knap. Je bent heel knap, Manies. Kusje? Ja, kusje voor de kijkers. Ja. Oké, deze is definitief op. La Mercier Silk Cream Moisturizer. Dit is echt een super nice getinte dagcreme, die dus speciaal bedoeld is om een glowy huid op foto's te geven. Maar ik heb hem heel vaak mee op vakantie en zo. En ik, ja, doe ik hem gewoon even snel op en dan heb ik overal een glowy huid op elke vakantiefoto. Maar nu zat er nog zo'n klein beetje in. Ik denk, maak hem thuis even op in het weekend of zo. Oh. We gaan naar de stad. Right. We zijn onderweg naar de stad. Ik heb zo'n trek. Zo'n trek. Maar ik heb gehoord dat het thuisbroodje dus... Ingevalt. Maar je hebt wel mega zakken vreemd meer dan, hè? Ja. Maar ik ben gewoon, ik ga er gewoon blanco in. We zullen zien. Blanco? Je hebt het al wel eens op, alleen dan zonder... Maar niet in Nederlands. Dat is ook waar. Je weet hoe dat gaat, maar dan komt er een Amerikaans concept hierin en dan is het gewoon echt 10 keer minder lekker of zo. Oh. Ben ik het nu niet mee eens? Want anders, gewoon, ik weet het niet, oké? Okay? Weet het niet. Ik weet het niet. Ja. In Amerika is het heerlijk. In de UK was het ook oké. Anders. Ja, het was oké. Okay. Nee. Oké, we zullen zien. Ik heb mijn regio's weer eens aan. Oh, fuck off. Heel even bij de Starbucks bonen halen. Ja, Kenia. Vorige keer had ik die San Diego, geloof ik. Five Guys, er is een rij. Het is helemaal vol daarbinnen. Ja. Yeah. We gaan binnen. Kijk, daar staat Sina. Zo. Back in. Oeh, in de rij. Mooie armen. Oh, love Five Guys. Fresh food. Ja. We gaan binnen. Binnen. Kijk even naar het bordje.
Precies zoals in Amerika. Je kan dus gratis peanuts pakken. Ik ben benieuwd hoe lang dat goed gaat. Yes, order here. Oh, yes. Ik ben een grote kijk. Mag ik je vloggen vandaag? Dit is echt heel lang. Dit is geen foto, het is een video. Even zwaaien naar de camera. Zwaai maar. Kijk, twee patat en twee extra scoops erin, net als in Amerika. Top. Friet is een dit is dus zeg maar één cup. Die hebben we allebei en hebben dit er bovenop gekregen. Niet normaal. Oké. Okay. Dan zie je dat. Oh, dit is de markt. Dit is de veggie burger. Ja, er zit gewoon groente op. Er zit geen vegetarische patty op in ieder geval. Dat is wel bad. Het effect van Five Guys in Food, hij is in slaap aan het vallen, ongeveer. Ja. Hoe lekker was het? Ik heb echt zo'n afterdip, ik had zo echt heel lekker kunnen. Wat voor cijfer geef je trigger? Cijfer. 8,5. Yes, I agree. Dat is de mooie, toch? Ja. Ja. Dit is ook... Gezellig! We zijn weer thuis en love de ASMR video van Jessie. I love dat iedereen die ASMR video's maakt. Daar word ik heel gelukkig van. Kijk hoe heerlijk. Oké, we zijn weer thuis. Ik wil dus heel graag een video opnemen over de cup. Ja, die staat nu online als jullie dit kijken. Dat wil ik nu gaan doen. Het is kort voor 10, maar het is nog licht. En het, ja, de hele dag heb ik het al in mijn hoofd. Want ik wil het filmen en ik loop er eigenlijk al een paar... Ik had het zelfs in mijn planner gewoon gezet. Mijn agenda van vandaag ga ik hem filmen. Dus dat ga ik doen. Ik ga alleen mijn gezicht even opfrissen, want... Oké, glow up happened. Mijn haar is echt sleuk en plat. De schijning wilde niet. Maar dat maakt niet uit. Het is niet heel relevant voor het is zeg maar niet een beauty video of zo wat ik ga opnemen. Gof. Oké, ik ga nu boven echt, echt filmen. Ik heb even wat punten opgeschreven. Niet vergeten de prijs, weet je, dat soort dingen. Maar jullie weten dat ik hou er niet van om scripts uit te schrijven of zo. Maar wel wat notities als in punten. Niet te vergeten, waarom vertel ik dit? Oké, doei. Ik heb hier net dus gefilmd. Toen is Foef erbij, nee, toen is hier Sien erbij komen liggen. Toen is Foef erbij komen liggen. En nu liggen ze hetzelfde. Tussen al mijn diva cup stuff. Het is zo cute. Oké, vlog edit. Tijd om de planner in te delen voor komende week. Dit was hem afgelopen week. En dan komt nu deze week 3, 2, 1. En dit is de planning voor komende week. We hebben hier sporten en tussendoor moet ik eigenlijk al een stukje vooruit gaan werken. Dinsdag naar Amsterdam. En filmenavond. En ook editen daarna. Dan hier opnames thuis. Oh, hier moet ik even een sterretje plakken. Dat betekent, voor mij is een sterretje, ik moet de factuur sturen, zeg maar. Nou, dat doe ik zo wel. Dan, even kijken hoor. Ja, makelaarsborrelding. Dan heb ik hier meeting filmen. En dan een feestje van Louboutin in de avond in Amsterdam. Heel veel editen die dag. Ik hoop dat ik dit allemaal een beetje kan schuiven. Dan sporten en dan lesgeven. En dan daarna weekend weg met Foef. We gaan gelijk door. En dat is dan zeg maar hier. Want op zondag zijn wij een jaar getrouwd. Oeh, als jullie dit kijken trouwens. Die dag zijn wij een jaar getrouwd. Dus ja, zo leuk. Ik heb ook de kleurtjes van de bruiloft gedaan. Blauw en lila. Hoho. Goed, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei.